Je wordt al wakker met het idee, ach, weer een dag. Het is weer maandag, ik moet weer naar mijn werk. Ik snoes nog even, ik blijf nog heel eventjes liggen, ik ben er nog niet klaar voor. Je gaat naar beneden, maar je hebt meteen een paar bakken koffie nodig om überhaupt een klein beetje wakker te worden en een klein beetje energie te ervaren. En de sleur van de dag is begonnen. Mijn naam is Mitchell Dikke, ik coach mannen naar een lichaam van minder vetmassa en meer spiermassa. En vandaag geef ik je een checklist van een Miracle Morning. 10 stappen die jij kan doorlopen om ervoor te zorgen dat je ochtend en de rest van je dag energiek is en je meteen werkt aan je fitheid en je gezondheid. De eerste stap, en dus meteen de belangrijkste stap om te nemen, is nooit, maar dan ook nooit, snoezen. Als de wekker gaat en jij drukt hem uit, dan geef jij je onderbewustzijn, geef je het signaal dat jij 1. Niet klaar bent voor de dag en 2. Je geen zin hebt in de dag. Jouw doelen, jouw levensdoelen zijn blijkbaar niet belangrijk genoeg. In ieder geval niet belangrijker dan 10 minuten of misschien zelfs 7 minuten waarbij je nog een klein beetje kan indommelen wat totaal geen kwalitatieve slaap is. Sterker nog, waar je vaak alleen maar slomer wakker van gaat worden. Dus stap 1, stop met snoezen. Als die wekker gaat, denk bij jezelf, oké, ik moet er toch een keer uit, beter meteen en sta meteen op. Stap 2 die je gaat nemen is neem een koude douche. Een koude douche heeft heel veel voordelen. Het is goed voor je immuunsysteem. Je wordt meteen wakker, je bent meteen alert. Het is goed voor je vetverbranding. En super goed dus om meteen je dag mee te beginnen. Wat ik zelf doe is ik begin wel lekker met een warme douche. Dan word ik een beetje wakker, even inzepen en dan is het tijd voor die koude douche. Dan zet ik de kraan op z'n allerkoudst en dan is het eventjes lekker wakker worden, springen en gaan, klaar voor de dag. De derde stap die je gaat nemen is ga direct voor frisse lucht. Ga direct naar buiten. Helemaal als het al wat licht begint te worden. In de donkere dagen is het wat moeilijker. Maar als het licht begint te worden, stel jezelf meteen bloot aan de blauwe lucht. Op het moment dat jij dat blauwe licht in je oogleden binnenkrijgt, in je pupillen, irissen, weet ik veel, het komt binnen in je ogen, dan is dat meteen een signaal voor je lichaam dat het tijd is om wakker te worden. Je lichaam gaat aan en krijgt het signaal dat het tijd is om aan de slag te gaan. 4. Zorg dat je beweegt. Breng je hartslag een klein beetje omhoog. Zorg dat je spieren wakker worden. Zorg dat het lichaam lekker losjes begint te worden. Dat je voelt dat je klaar bent om aan de slag te gaan. 5. Drink direct water. Persoonlijk zou ik zeggen, probeer 1 liter water te drinken in het eerste uur dat je wakker bent. Op het moment dat wij slapen, zijn we 7 tot 8 uur niet aan het drinken. Daarbij treedt vochttekort, dehydratatie in ons lichaam op. Dit wil je zo snel mogelijk aanvullen in de ochtend om ervoor te zorgen dat je meer energie, meer focus hebt en minder hoofdpijn. 6. Lees. Onderzoek heeft uitgewezen dat de gemiddelde mens leest minder dan 2 boeken per jaar. Het ligt ergens rond de 1 boek per jaar. Gemiddeld. Terwijl belangrijke CEO's en belangrijke voorbeelden als Oprah Winfrey bijvoorbeeld, The Rock, die lezen gemiddeld 1 boek per week. Ongeveer 50 boeken per jaar. Dit is om te werken aan je intelligentie, maar ook om te verbeteren in het vak wat je uitoefent. Bijvoorbeeld ook boeken te lezen over hoe je jezelf kunt ontwikkelen. Doe dit ongeveer 10 bladzijden per dag en je gaat gigantisch veel verschil merken in je leven. 7. Bedenk waar je dankbaar voor bent. Er komen waarschijnlijk een aantal uitdagingen op je pad vandaag. Dingen waar je niet op berekend was. Dingen die je als minder prettig ervaart. En daarom is het goed om meteen je dag te beginnen met nadenken over waar jij wel dankbaar voor bent. Noteer ze voor jezelf 3 punten over waarom je dankbaar bent. Als ik je een tip mag geven, het feit dat je überhaupt bent opgestaan vanmorgen, dat jij leeft, dat is al punt 1 waar je ontzettend dankbaar voor zou moeten zijn. Dat is al een wonder op zich, vind ik persoonlijk. 8. Noteer je doelen. Niet alleen maar je doelen op de lange termijn, die zijn sowieso ook goed om te noteren. Waar wil je naartoe met je lichaam? Waar wil je naartoe qua financiële situatie? Waar wil je naartoe qua waar je woont? Noem het maar op. Maar ook, wat zijn je doelen voor vandaag? Wat wil je afkrijgen met je werk? Wat zijn je doelen op het gebied van omgaan met mensen bijvoorbeeld? Hoe wil jij vandaag door
maken? En wat zou voor jou een geslaagde dag maken? Punt 9. Het voorbereiden op je dag. Zorg dat je al je spullen bij elkaar pakt, maar ook zorg dat je je maaltijden voor de dag alvast klaar hebt. He, dat kan zijn fruit in een bakje doen, je brood smeren, alles meenemen. Maar zorg dat je voldoende goede voeding onderweg hebt, voldoende water bij je hebt, voldoende drinken. Om ervoor te zorgen dat je niet in de verleiding komt tot constant slechte tankstation voeding. En tenslotte is het tijd voor actie. Als je deze eerste 9 stappen hebt doorlopen, dan is het nu tijd om volle bak aan de slag te gaan. Maak iets moois van je dag. Zorg dat je dit allemaal naleeft. Zorg dat jij de beste versie bent van jezelf vandaag ook weer. En ik weet voor 100% zeker dat je hier heel veel aan gaat hebben als je dit allemaal gaat gebruiken. Laat me weten in de reactie hoe jouw ochtendritueel eruit ziet en welke van deze 10 stappen jij eventueel gaat toevoegen en hoe dit jou gaat bevallen. Daarnaast, wil jij een keertje sparren over hoe jij in je beste shape kan komen, je droomlichaam kan krijgen zonder een streng dieet? Stuur me dan even een persoonlijk berichtje. Dit is mijn telefoonnummer 0646261711. Ik spreek je snel. Geniet van je dag.